Het ministerie van Handel en Industrie is nog in overleg met importeurs en alle andere stakeholders over de verhoging van de invoerrechten op buitenlandse kippen. Dat maakte minister Ferdinand Welzijn gisteren in DNA bekend bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling. Voorlopig blijven de invoerrechten dus 20%. Het lag in de bedoeling deze per 1 augustus te verhogen naar 40%. Het ligt voornamelijk aan het feit dat wij geen zicht hebben in hoeverre alle kip die door Suriname wordt geïmporteerd en die door onze deviezen worden betaald, hier wordt gebruikt. Gewoon vanwege het feit dat de omliggende landen een veel hogere importheffing hanteren. En er is gezegd, waterstroom van hoog naar laag. Maar ondernemers die gaan van laag naar hoog. Dat betekent dus als de importheffing hier lager is, het naar een andere plek gaat waar het makkelijker tegen een grotere winst kan worden verkocht. Dat is typisch ondernemerschap. Wij moeten dus dat ontmoedigen. De minister bevestigde dat de prijzen van buitenlandse kippen inderdaad zijn verhoogd in de winkels. Volgens hem heeft dit te maken met de wereldmarktprijzen en niet met het voornemen om de invoerrechten te verhogen. We hebben inderdaad een stijging van kip, van de prijs van importkip kunnen waarnemen. Die prijsstijging heeft niet zoveel te maken met de aankondiging, maar de wereldmarktprijs van kip is gestegen en dat is na te trekken vanwege het feit dat in Brazilië onder andere een aantal producenten hun bedrijven hebben moeten sluiten. En een logisch gevolg van als er een lagere productie is, is een stijging van de prijs. Dat is ook onder andere een van de redenen geweest waarom wij de voorgenomen importheffing even hebben moeten aanhouden, omdat we dus deze situatie eerst in kaart willen brengen. Er moest een studie worden gemaakt daarvan, want het zou dus betekenen dat de importkip in plaats van de 20% extra heffing in één keer een hogere prijs zou krijgen in de winkels. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme gisteren bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling in DNA. Het hoofddoel van de verhoging van de invoerrechten op buitenlandse kippen is om de lokale pluimveesector te stimuleren, werkgelegenheid te scheppen en deviezen te besparen.